slechte tijden. Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden. Liefde leidt je. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven staat je niet. Oh, soms geluk en soms verdriet. Als u mevrouw Selmors nog spreekt, wilt u haar dan vragen of ze mij terugbelt? Jeff Alberts. Ja. Dank u wel. Waarom wil je Laura spreken? Dennis en Diane zijn met elkaar naar bed geweest. Oh. Ja, dat zijn neef en nicht. En ik wil niet dat dat in mijn familie gebeurt. Je zal mij waarschijnlijk een conservatieve oude lul vinden. Ik wil niet dat dat gebeurt. Het is al gebeurd. Ja. En als het tot nu toe gegaan was zoals ik gewild had, dan was het niet gebeurd. Dus laten we er in godsnaam voor zorgen dat het bij deze ene keer blijft. Ja, hoe dan? Door Laura te vragen terug te komen en de waarheid te vertellen. Het valt me mee dat je niet in de zaak geslapen hebt. Je kunt de koning toch niet alleen laten? Ja, maar we zijn s'nachts gesloten, Charlie. Als jij een bruiloft hebt, hè? Hoe doe je dat dan? Hé, een bruiloft van wie? Gewoon een bruiloft. Er trouwt toch wel eens iemand? Hoe doe je dat dan? Dan vraag ik Marcel of die in kan vallen. Oh, dat kan wel. Ja, natuurlijk kan dat. Gisteren kon het niet. Charlie, ik heb barst om de kop aan. Ja, vind je het gek? Je stond gisteren te tollen op je benen. Betekent dit dat wij uitgepraat zijn? Ja, even wel, ja. Waar ga je naartoe? Ik ga de zaken opengooien. Dit is de laatste keer dat we hier een werkontbijt houden. Kun je geen recept aan je zus vragen? Dan krijg je tenminste behoorlijke espresso. Als ik tegen Charlie zeg dat het voor jou is, geef ze me een recept met rattengif. Erger dan dit kan het niet. Hoe gaat het eigenlijk met die tent van haar? Hoezo? Wil je het overnemen? Nou, nee. Nou, waarom vraag je het dan? Belangstelling? Nee, als die belangstelling Charlie betreft, is dat zinloos. Ik ben geïnteresseerd hoe dat zo'n gespecialiseerde business het doet. Maar ik vraag het wel aan iemand anders. Hey, heb jij het eerste uur vrij of zo? Nee, pa. Is Barbara en Robert thuis? Die zijn dan naar werk, hoezo? Zijn ze op kantoor. Hoezo? Ik heb even een handtekening nodig. Nou, voor de derde keer. Hoezo? School. Hoezo? Dat gaat jou niks aan. Voor de vijfde keer? Hoezo? Ik kan heel goed Barbara's handtekening namaken. Dat is nooit misgegaan, maar dan wil ik wel weten waar het voor is. Ja, laat hem maar. Weet je dat zeker? Ik bedoel, ze zal het wel willen lezen voordat ze tekent natuurlijk. Drie waarschuwingen. Constant elders met zijn gedachten. Waar was jij dan wel met je gedachten? Moet je dat nog vragen? Waar zitten jongens van die leeftijd met hun gedachten? Ben jij verliefd? Steken hem maar, ik wil naar boven. Nee, eerst even zeggen of niet. Oh. Waarom heb je me niet wakker gemaakt? De kinderen moeten de deur uitgeholpen worden. Goedemorgen. Ik ben vanochtend vroeg al naar je huis gegaan. Met verse koffiebroodjes en croissants. Ik heb Nina naar school geholpen en Lucas zelfs naar school gebracht. Oh. Oké. Okay. Heb je nog iets tegen ze gezegd? Ja, zoals het is. Dat je slecht geslapen had vannacht en dat ik je daar nog eventjes heb laten liggen, alsjeblieft. En vroegen ze niet waarom ik slecht geslapen had? Ja, tuurlijk. Maar je hebt toch niet gezegd dat ik eventueel overweeg om de baby toch niet te laten komen? Nee. Had je het erg gevonden als ik dat wel verteld had? Nou, jij moet niet denken dat ik dat al besloten heb, hè? Dat denk ik ook niet. Oh. Anders hadden we ook geen punctie hoeven laten doen. Nou, dat was misschien sowieso niet nodig geweest. Ja, reken maar niet op dat het meevalt. Het is hoe dan ook goed mis. De vraag is alleen hoe ernstig het is. Ja, precies. En aangezien je niet weet waar je je zorgen om moet maken, moet je het ook niet doen. Dat heeft geen zin. Ik heb wel een idee, hè, waar ik me zorgen over moet maken. Misschien is de keuze straks makkelijker als we de uitslag weten. Maar zelfs in het gunstigste geval dan nog, het is gewoon heel erg. Daar moeten we van uitgaan. Ik bedoel,
dat het nog ongunstiger kan zijn. Het kan ook zijn dat het niet levensvatbaar is. Ik denk gewoon steeds, misschien heeft ze zich wel vergist en is het gewoon een keer een gezond kindje. Je weet toch dat dat uitgesloten is? Ja, en daarom moeten we gewoon nu de grens bepalen. Maar als we de uitslag weten, dan hebben we nog tijd genoeg om na te denken. Nee, helemaal niet. Als de zwangerschap afgebroken moet worden, dan is iedere dag wachten er toch één te veel. We moeten dit niet overhaasten, schat. Ja, maar hoe langer je wacht, hoe meer het toch gewoon een compleet babytje is waar je over moet beslissen. Je maakt jezelf helemaal gek op deze manier. Dat heeft geen zin. Hou daarmee op. We moeten gewoon afwachten. Ja, dat is makkelijk gezegd. Nee. Je moet jezelf wel een beetje aanpakken. Ja, maar ik wil gewoon heel graag gewoon goed voorbereid zijn op wat we straks te horen krijgen. Nee, we zijn goed voorbereid. Want we zijn samen. En samen kunnen we de hele wereld aan. Je moet ze niet zo groot maken. Laura is op reis gegaan om erover te kunnen nadenken. Ja? Maar dat is nu te laat. Ik vind toch dat we moeten wachten, Jef. Maar het gaat wel om mijn dochter. Het is al gebeurd en ze willen toch geen kinderen? Oh ja. Het kan ook nog, ja. Dat het een serieuze relatie wordt. Hou jij je nou maar rustig bij je balletjes. Ach, misschien blijft het hierbij en dan heb je Laura helemaal voor niks laten terugkomen. Ik heb deze situatie niet veroorzaakt, hè? Laura ook. Nee, maar door haar weet ik dat Dennis en Dian neef en nicht zijn. Maar ik mag niks zeggen. Nou, als zij niks hadden gezegd, had jij het ook niet geweten. Maar ik weet het. Wat doe je? Ik ga sushi maken. Jef, de enige die hierover kan en moet beslissen is echt Laura zelf, hoor. Ja, dus daarom wil ik ook dat ze het meteen vertelt, nu. Ja, maar dan doet ze het alleen maar omdat jij dat ertoe dwingt. Ik wil haar ook dwingen. Om Dennis en Dian te beschermen. Nee, jij moet er zelf voor zorgen dat Dennis en Dian uit elkaar blijven. Oh, en hoe? Via roddel en achterklap? Misschien. Door Dian aan de ketting te leggen? Nou ja, dat is overdreven. Jij weet toch net zo goed als ik dat als ik tegen haar zeg dat ze niet met Dennis om mag gaan, dat ze binnen een uur met hem in bed ligt. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Voilà. Nee, we moeten ervoor zorgen dat ze leuke dingen gaan doen. Leuke dingen? Ja, als Dennis leuke dingen met Charlie doet, dan denkt hij helemaal niet aan Dian. Ik denk dat Dennis en Charlie het op dat moment niet zo leuk hebben. Wat is er dan? Hij zal het wel verteld hebben. Wat heb je nou weer gedaan, Jef Anders? Ik heb niks gedaan, maar hij heeft het mij verteld. Dus hij gaat ervan uit dat het verhaal vroeg of laat ook wel bij Charlie terecht zal komen. Nou, heb je dat tegen hem gezegd? Nee, heb ik niet met zoveel woorden gezegd, nee. Dus wel? Nee. Dat is echt niet slim van je, hoor. Pardon? Wat ga je doen? Ik ga ervoor zorgen dat Dennis niets aan Charlie opbiegt. Want anders gaat hij zo naar Dian. En hoe ga je dat doen? Nou, laat dat maar aan mij over. En jij laat Laura met rust. Hé, hey, ik neem het zo weer van je over, dan kun jij weer naar de keuken. Ik heb niet veel tijd, ik heb namelijk ook een eindexamen. Ik kom eraan. Zoek je iets? Hé. Hey. Ik heb een afspraak met de fotograaf, maar hij is er nog niet. Nou, vertel het dan maar, wat is er nu ineens wat dringend? Ik deed nog een lullig tegen vanmorgen. Alleen vanmorgen? Ben je gisteren soms vergeten? Oké, ik ontliep je een beetje. Je meent het. Sorry, maar ik vind het zo ontzettend laf. Je kunt me toch wel gewoon recht in mijn gezicht zeggen dat je genoeg van me hebt? Nee, nee, juist niet. Ik heb eerder genoeg van mezelf. Ik ben jou gewoon niet waard. Wat zit er weer voor belachelijk gedoe? Ik ben niet eerlijk tegen je. Weet je wat er heel erg zou helpen als jij gewoon eens zegt wat je bedoelt? Wat zitten jullie hier gezellig? Mag ik erbij komen zitten? Nee. We zijn even in gesprek. Ik moet je spreken, het gaat helemaal niet goed met Jeff in de keuken. Want iedereen is wel tevreden. Het is echt heel erg. Nou, zeg dan wat er is. Hij wil niet dat iemand het weet, hij schaamt zich een beetje. Weet je wat, zoeken jullie het lekker uit. Ik heb ook een eigen zaak die ik moet runnen. Als jij wat te vertellen hebt tegen mij, dan komt dat volgende keer op een door mij gekozen moment. Blijf. Ik weet dat je met Dian hebt geslapen. Feest in Spaanse stijl, wat leuk. Ik heb volgens mij nog wel zo'n flamenco-jurk en
Een castagnet heb ik nog wel, of een waaier. Ik ga niet. Waarom niet? Oh, ik heb gewoon geen zin om alleen te gaan. Ja, wat maakt dat nou uit op zo'n feest? Daar is iedereen toch al? Nou, ik ben dus gewoon stom. Nou, anders ga je gewoon met een vriendin, met Florien of zo? Als ik iets dom vind, is samen met een vriendin naar schoolfeest gaan. Zeg ik om elkaars handje vast te houden. Nee, voor de gezelligheid. Nou, als ik het gezellig wil hebben, ga ik wel lekker shoppen en taartjes eten. Maar lieverd, een schoolfeest, dat kan je toch gewoon niet missen? Weet je wat je over die punctie? Sorry? Vandaag zou de uitslag toch komen? Ja, ik vind wel dat je erg plotseling van gespreksonderwerp verandert. Zijn er regels voor? Nee. Weet je al wat over dat kind? Nee, ik weet nog niks over dat kind. Wat is er nou? Ik vind het niet zo aardig van je dat je het over dat kind hebt. Wat moet ik dan? Over mijn lieve broertje of zusje praten? Het kind komt er misschien niet eens. Ben je bang dat... Oh, ik ga wel. Hey. Ik wilde even weten of we nog huiskaart opgekregen, omdat ik al was weggestuurd. Oké. Okay. Hallo, Vos. Nou, we hebben alleen dit voor morgen. Voor de rest zijn we natuurlijk vrij in verband met schoolfeest. En we zijn morgen ook nog de eerste keer vrij. Nou, dat is goed nieuws. Kunnen we het lekker laat maken. Had je zus je dit niet kunnen vertellen, eigenlijk? Ja, maar die was niet thuis. Ik had niet gedacht dat Jeff het zo snel zou rondbezuinen. Doet hij ook niet. Je geheim is veilig bij ons. Wat is dit? Waar bemoei je je in godsnaam mee? Jeff beschouwt Charlie als zijn eigen dochter. Meer nog dan Diane. Hij wil niet dat ze gekwetst wordt. Ja, oh, en hij wil dat ik uit de buurt blijf, zoiets? Nee. Jeff weet zeker dat Charlie niets liever wil dan bij jou zijn. Maar als jij over Diane gaat vertellen, over die misstap, dan gaat ze het zeker uitmaken. Jij bent een heleboel dingen vergeten, hoor. Maar Charlie kan er niet tegen om bedrogen te worden. Oh, en dan moet ik maar tegen haar gaan liegen. Nee, is geen liegen. Is iets niet vertellen, zodat ze geen verdriet krijgt. Toen ik het Jeff vertelde, toen vloog hij mij bijna naar mijn strot. Wat een omslag is dit, zeg. Nou, kan je nagaan hoe graag hij wil dat jullie bij elkaar blijven. Nou, ik vind het heel vreemd. Is normaal. Jeff houdt van Charlie. Ja. En jij houdt van Charlie? Ja. En met Diane wil je niet verder. Zij ook niet met jou, dat heeft ze mezelf verteld. Ja, oké. Nou, dan zijn we toch uitgepraat. Jij houdt je mond tegenover Charlie en je maakt haar gelukkig. Dan is Jeff ook gelukkig. En ik ook. En jij ook. Jullie zijn zo'n prachtig paar, weet je. En macchiato to go graag. Was de koffie in de koning niet lekker genoeg? Er gaat niets boven jou, heerlijke koffie. Wat was je opeens snel uit de koning? Moest werken, hè? Ben er amper 5 minuten geweest. Zo, heb jij me een beetje lopen klokken of zo? Dennis iets lulligs gezegd? Nee, hoezo? Ik had niet het idee dat jullie erg warm uit elkaar gingen. Oh, nou, dat heb je dan verkeerd gedacht. Charlie, ik ken je. Ik zag dat je er pest in had toen je wegging. Dat had helemaal niks met Dennis te maken. Hmm. Kwam door Dorothea. Sinds hij met Jeff is, denk ze dat ze een soort tante van me is. En dat ze zich overal mee kan bemoeien. Pa, ik ben onderweg. Hé, rustig maar. Ja, ik ga even macchiato bij 1753. Moet ik voor jou ook iets meenemen? Ja, dat zo. Voor Ludo graag een koffie met erg veel zure melk. Is dat een Sanderskwaaltje of zo? Om elkaar zo te controleren. Van het huis. Dank je. Dan moet je deze nemen. Nummer 3. Dat is goed. Nou, hij is net weg. Wie? Roodhart. De bestuursvoorzitter van het bedrijf dat we net aan het overnemen zijn, weet je wel? Natuurlijk weet ik dat. Ging het goed? Nee, helemaal niet. Hij moet nog flink onder handen genomen worden. Hij had veel te veel rekening met de bond. Misschien moeten we een betere positie toezeggen als de overname doorgaat. Nou, misschien moet jij er de volgende keer gewoon eens een keertje bij zijn. Als je het allemaal zo goed weet. Doe eens even normaal. Moeten we altijd alles met z'n tweeën doen? Jij zou met hem spreken. Alleen. Weet je nog? Maar je moest zo nodig koffie drinken. Inderdaad. Net zoals er ook dokters bezocht moeten worden. Nou, dat is een stuk belangrijker dan die koffiedame waar je ooit mee getrouwd was.
Janine heeft jarenlang alles alleen gedaan. Dit kan ze ook wel zonder jou. Ze had jou ook niet nodig toen het kindje verwekt moest worden. Nee, nou moet je heel erg uitkijken, hè? Nou ja, waarom? Omdat mijn tolerantiegrens wat jou betreft nog lager ligt dan normaal. Tolerantiegrens? Man, je bent niet de enige die problemen heeft. Een puppy? Hoe kom je daar nou ineens bij? Ik zag een heel lief hondje op internet. En ik beloof dat ik ervoor zorg. Ja, maar lieverd, weet je wel hoeveel werk dat is, een hondje? En wat doen we dan met de vakanties? En je kan een hondje heus niet overal zomaar mee naartoe nemen. Een baby wel? Ja. Ook als er iets met die baby is. Zeg, je gaat een baby toch niet vergelijken met een hond, hoop ik, hè? Waarom niet? Ik denk dat ik meer liefde van een hondje krijg dan van een achterlijk broertje of zusje. Ik vraag wel of ik bij papa een hondje mag. Vos Fischer. Hallo, Vos, met Janine. Barbara is er niet. Nee, maar ik bel ook niet voor Barbara. Ik bel voor jou. Ik wil je wat vragen, maar misschien is het wel een beetje raar. Nou, ik vind het niet zo gauw iets raar, hoor. Zou jij Nina mee willen nemen naar het feest vanavond? Waarom? Nou, anders gaat ze niet. Nou ja, ik weet helemaal niet of Nina wel met mij wil. Ze heeft het een beetje moeilijk op het moment en ik wilde heel graag helpen, maar ik weet gewoon niet hoe. Wat is er dan? Het is een beetje ingewikkeld, maar we zitten nogal in de knoei hier. U ook? Ja, en nou ja, dat is ook de reden waarom ik het vraag. Je zou mij er een enorm plezier mee doen. Waarom? Ach, lieverd, dat begrijp je pas als je zelf kinderen. Oh. Doe je het? Nou ja, als Nina wil. Ja, natuurlijk wil Nina met jou naar een feestje. Wie wil er nou niet met jou naar een feestje? Ik kan niet heel lang blijven, dat weet je. Nee, dat weet ik, maar jij bent appeltaart-expert. Dat is natuurlijk waar. Wauw, het ziet er al heel goed uit in ieder geval. Nou, daar gaat hij dan. Nou, je wilt hier dus nog wel komen. Dat is tenminste iets. Ik ben hier niet voor jou, ik ben hier voor Jeff. Om zijn appeltaart te proeven. Ik word een beetje gek van die twee. Ik krijg er bijna spijt van dat ik Jeff heb aangenomen. Waarom? Ja, ze bemoeien zich echt overal mee. Daarnet toch ook? Dat we even zaten te kletsen, komt door het ene weer tussen. Ben je nog boos? Nee. Omdat je niet zegt. Jij zou mij toch uitleggen waarom je me ontliep? Weet je nog? Ja. Nou? Omdat ik mij schuldig voel. Over die Jan. Blijven wij het nou over haar hebben? Of is er weer wat gebeurd? Nee, nee. Nee, en er gaat ook niets meer gebeuren. Nooit meer. Maar het zit me gewoon niet lekker. Hoe ben jij wel niet als je echt vreemd gegaan bent? Hè? Echt perfect. Moet je proeven. Lekker, hè? Nou. Ja, cijfers. Wacht even. Ik moet zo naar het ziekenhuis. Hoe doen we dat nou met rood hart? Zeg jij het maar. Krijg ik later tenminste niet te horen dat ik het weer verkeerd heb gedaan. Als jij specifieke bezwaren hebt tegen deze opdracht, dan hoor ik het graag. Oh nee hoor, ik ben dol op dit soort snerfklusjes. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik moet soms ook dingen doen waar ik geen zin in heb. Zeg nou maar wat ik moet doen, dan doe ik het. Wat bedoelde jij toen je tegen mij zei dat je ook problemen hebt? Dat heb ik niet gezegd. Je bent niet de enige met problemen, zei je tegen mij. Ja, dat is ook zo. Er zijn zoveel mensen die problemen hebben. Nou, vergeet dat ik dat gezegd heb. Heb je nog suggesties voor Roodhart? We moeten iets belastends over hem zien te vinden. Wil je hem chanteren? Nee, onder druk zetten, noem ik dat. Ja, waarmee?
Ik heb gehoord dat zijn vorige partner nogal de pest aan hem heeft. Dus. Moet ik even de ex-vrouw gaan opzoeken? Nee, ik heb het natuurlijk over zijn zakenpartner. Moet er een afspraak maken met die vent. Ik kan me echt niet voorstellen dat zo'n saaie pier ooit iets verkeerd heeft gedaan. Volgens mij heeft hij daar niet eens fantasie voor. Nou, dat moet je nooit zeggen, hè. Er is altijd wel iemand met een geheim. Mensen zonder geheimen bestaan niet. Ik ben weg. Pa. Hou je taai. Een waterhoofd. En een open rug. Het gaat vaak samen. En wat betekent dat? Heeft een kindje dat allemaal heeft überhaupt overlevingskansen? Voor zover we nu kunnen beoordelen is het wel levensvatbaar. Maar zwaar gehandicapt. En wat is zwaar gehandicapt? Ja, dat is heel moeilijk om dat nu al precies te kunnen zeggen. Je kunt toch wel iets zeggen? Gezien de afwijking denk ik niet dat het kindje ooit zou kunnen lopen. Het effect zit vrij hoog. Het zal zeker incontinentie ook bijkomen. Er is niks aan te doen. Mocht het kindje er komen, dan moet meteen na de geboorte de rug gesloten worden en een drain in het hoofdje worden geplaatst. Die er dan altijd moet blijven zitten. Is dat wel een menswaardig leven? Ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen? En geestelijk, hoe zal dat zijn? Ja, dat valt over het algemeen heel erg mee bij deze kinderen. Wou je zeggen dat het kindje gehandicapt is en dat ook nog ten volle beseft? Ja. Dat is er. Wat? Nou, naar wie je aan het kijken was. Ik neem aan dat zij de reden is dat je af en toe bent afgeleid. Je hoort niet zomaar op iemands scherm te kijken. Nee, dat is waar. Hoe kom je eigenlijk aan foto's, Sander? Nou, gewoon. Ik heb zoveel foto's van leerlingen op de computer staan. Oh, ze zit bij jou op school? Ja. Wacht even. Dat vind ik namelijk vreemd. Hoezo? Janine, op haar leeftijd is toch wel uitgeleerd. Janine. Wil je nog iets vragen? Nee, laat maar. Een Spaans feest omdat Sinterklaas weer naar Spanje is. Wie bedenkt er nou zoiets achterlijks? De hele school gaat? Ja, alsjeblieft. Nou, het is ontzettend lief, maar wil je ze niet liever zelf een Nina geven? Nee, je bent veel te afwachten. Zo gebeurt er toch nooit wat? Ja, wat moet ik dan? Actie ondernemen. Nina, hoe ver ben jij? Wat gebeurt er? Ik ben gestruikeld. Gaat het? Mijn enkel. Het moet echt heel goed. Ga zitten. Ik moet even de dokter bellen, denk ik. Nee, dat hoeft niet.